Goedenavond, daar ben ik weer. Zelda Play 20 met een nieuwe aflevering van Let's Play Medieval. Jezus, wat is dit een moeilijk spel om op te nemen. Ik heb bij mijn eerste opnamesessie heb ik er zoveel moeite mee gehad om eindelijk de opname te werk te krijgen. En nu weer. Ik word er niet goed van, echt. Ik ga hem niet cancelen. Ik weiger dat gewoon, maar ik heb gewoon echt... Ik heb zoiets van, nou ga ik hem helemaal afmaken. Boekje. The King Pumpkin sleeps. If you want an audience with the regal plant, you should mash all of his pot sacks. Oké, wel, het zal wel deze dingen zijn. Dus in de vorige aflevering zijn we in een pompoenenveld gekomen. En in deze aflevering gaan we dus naar het tweede pompoenenveld. En ik durf nou eigenlijk niet meer mijn ogen van de opnamekant af te halen. Omdat dit is al zo vaak gevaar. Hallo. Mag ik jullie eventjes jullie kop eraf hakken? Dank jullie wel. Want jullie zijn irritant. Dit spel is irritant. Dit is een van mijn lievelingsspellen. En op een of andere vage manier mag ik het gewoon niet spelen. Vervelend is dat toch? It is rumored that the Pumpkin Witches is... We don't care. Het boeit allemaal niet meer. Wat we willen doen is... De talisman die we in het tweede level hebben gehad... Willen we hier gaan gebruiken... Hallo? Willen we hier gaan gebruiken. Dankjewel. Dit te zeggen, muts. Greetings, kind sir. I am the Pumpkin Witch. I'm like a mother to those pumpkins. I give them all the love and care a young fruit could ever ask for. From the moment they first push a shoot above the soil, right up until their heads are cut off and eaten. And look, see how they repay me, running around and causing mischief. That nasty old big pumpkin has a bad influence on the young seedlings. If you teach him a lesson in manners, I might give you a nice present. Oké, dus we moeten de grote pumpkin moeten we dus verslaan. Ja, ik ben een beetje weer gewend om Kingdom Hearts te spelen. Dus, want ik heb een beetje in mijn vrije tijd heb ik een beetje Kingdom Hearts zitten spelen. En ja, het nadeel daarvan is dus dat ik dus nou de hele tijd met mijn joystick probeer te spelen. En dat moet je niet doen, want met de joystick kom je niet echt ver. Dus nogmaals, ik speelde het op de PlayStation 2 omdat de PlayStation 1 weigerde om op te nemen. Dus... Daarom vergeet niet PlayStation 2. Ik kan ook PlayStation 1 spellen oorspronkelijk spelen. Dus dat was het probleem niet. Maar op een of andere vage manier, als ik hem dan aansloot, dan kreeg ik het probleem tot Dazzle. Dus, of ja, niet de Dazzle, maar mijn hapok. Die pakte hem dan niet op de televisie. Of hij pakte hem niet op de opname. Had ik hem via de Dazzle, dan kreeg ik in één keer zwart scherm. Dus ik heb hem nou via. Heb ik hem nou dus aan kunnen sluiten. En ja, ondertussen hoeven er nog maar 3. Dus alleen maar de goede kant. Hoeveel leven heb ik eigenlijk? Ik ben het een beetje vergeten sinds de vorige aflevering. Vol leven. Nou, daar zag ik je nee tegen. Oké, hier heb ik een kistje met een zilver schild. Altijd handig om die mee te nemen. Dankjewel voor me te raken hoor. Stom stinkbeest. Nou, ik ben nog een klein beetje verkouden. Dus af en toe moet ik nog wel een beetje hoesten. En wordt het een overdreven hoest, dan knippen we dat er gewoon uit. Dat is geen enkel probleem. Op zich is dit geen lang level. Dit level is... redelijk kort eigenlijk, want zoals je zag, we hoeven nog maar 3 van die groene dingen te hebben. Dit is het einde van het level, kunnen we nog niet naartoe omdat we het level nog niet voltooid hebben. Dus. Maar eerlijk is eerlijk. We zijn eindelijk aan het opnemen, daar ben ik zo heel erg blij mee. Ik moet wel even de timer in de gaten houden, want via de manier zegt hij dat ik maar 113 minuten kan opnemen. Dus doe ik het gewoon in 2 opnamesessies tegelijkertijd, want ik ben gewoon zo bang dat als ik op het moment eindelijk dadelijk... Oké. Nee, maar ik ben dadelijk dus zo bang dat als ik dadelijk dan bijna bij het einde van het spel ben, dat ik dan, hem dadelijk niet verder zou kunnen opnemen. En dat we dus zeg maar met een halve let's play achter zitten. En daar heb ik dus geen trek in. Maar goed, we hebben dus een gigantische pompoen die tot leven is gekomen. Leuk. Nou, wat je wilt doen is, je hebt hier die kistjes met die blauwe bommen erin. Altijd even leuk om die te gebruiken. Doet weer 90 schade tegen hem dus. Nou, hier hebben we er ook nog eentje. Gewoon gebruiken die hap. Kan jou het trekken. Of ik. Ja, weet je wel. Ik ga hem gewoon even nog gebruiken. Hoppakee. Oh, dat deed je eigenlijk meer schade die. Nou ja, maakt niet uit. Het enige wapen wat je hier tegen wil gebruiken is de speer. En gewoon de speer blijven spammen zo ver als je kan. Goh, 1 keer geraakt ik en jij bent kapot. Je ziet er een beetje verrot uit, kerel. Ik kan er niks aan doen. En daardoor gaan de bloemetjes weer bloeien. Nou, zijn we daar even blij mee. Op het moment dat je hem verslagen hebt, komen overal van die pompoengasten tevoorschijn. Dus dan wil je even een beetje rondlopen en wil je ze natuurlijk allemaal eventjes verslaan.
Want zo krijg je namelijk de volle percentage voor je Holy Grail. Ja, we hadden hem Holy Grail genoemd. Dus. En zoals ik jullie had beloofd, hadden we natuurlijk een boss battle. Die had ik jullie beloofd. Dus bij deze heb je je boss battle. Oké, nou. Een paar rondjes lopen. Ze blijven hier maar doorgekomen. Een levenspot. Oh ja, die gasten doen best wel veel schade. Was ik even vergeten. Ach, ja. Oké, nou. Waar is dat hier? Want er zijn er nog een stuk of twee, geloof ik. Drie? Twee of drie die we moeten verslaan. Is het niks? Ik moet dashen, hè? Paas erop. Ben ik helemaal vergeten. Ja, ik ben even een tijdje ben ik verkouden geweest. Sorry daarvoor. En hij probeert ook weer een beetje de livestreams voor Grizzle Games naar boven te gooien. Dus, oh, wacht. A most edifying spectacle, sir. Man and vegetable in a magnificent duel to the death. Oh, I've come over all of a doodar. Here, have this lovely dragon gem as your reward. Oh, lovely majestic creatures dragons are. Oké, nou dan geeft ons dus de tweede dragon gem. Nou, hier naar beneden willen we nog niet springen. Op het moment dat we daar naar beneden springen, komen we dus bij dit, ja, bij de Holy Grail. Oh! Hallo! Dus eerst eventjes deze kastjes. Ja, we kunnen naar de Holy Grail. Mooi. Nou, ik heb nog 27% over van dat ding. Dus laten we maar de hamer weer selecteren en eventjes mijn leven vullen. Dat is natuurlijk altijd hartstikke handig. Nee, maar ik ben dus weer een beetje mijn stem gaan wezen oefenen met... een beetje livestreams voor Halloween. Een beetje Halloween games. Ik ben maar een paar keer kapot geschrokken omdat ik Slender heb gedaan. Oh, wat een eng spel is dat. Maar voor de rest... Het gaat weer beter. Mijn stem doet weer wat ik wil. En dat is ook de bedoeling. Want anders zouden we niet echt een leuke let's play ervaring hebben natuurlijk. Stel je voor dat ik de hele tijd zo ga praten. Nou nee, dank je. Nou, we hebben dus onze Holy Grail gevonden. En dan het enige wat we dus hoeven te doen is dus richting het einde van het level te gaan. Nou, zoals ik jullie al heb laten zien, zit hij hier achter. Jullie kunnen we gaan negeren, want we hebben de Holy Grail al dus opgesodemieterd. En tot ziens. Heroes. Oké, heeft die mafkees weer iets te zeggen? Want ik herinner me nog in de eerste aflevering dat ik bijna niks mocht zeggen. Stomme viel. Nou, ik moet wel zeggen dat ik leuke reacties binnenkrijg, hoor. Hij heeft niks te zeggen, mooi. Ik moet zeggen, ik vind de reacties binnenkrijgen vind ik hartstikke leuk. De meesten die vinden het spannend, net zoals gisteren. Ja, ik zeg nou wel gisteren, maar voor diegenen die nou aan het kijken zijn, huh, hoezo gisteren? Gisteren, en dan moet ik even mijn bakkes houden. Hey, Mr. Fortisky! I want to talk with you. If this Zorak so bad, why'd you get to go back? Why'd you of all people for this guy? It should be I, Blood Monath, Skull Cleaver. When I lived, always I had a pile of slain strewn around me. You spend most of your time organizing and changing of the guard and playing croquet with the king. Still, I lend you my axe. You swing her, you throw her. She thirsts for a slaughter as much as I. Drink deep of demon blood, my proud beauty. Oké. Dankjewel, as much as I. Sorry, dat moest gewoon eventjes. Maar zoals ik dus al zei, voor jullie is dan... hoezo gisteren? Het ligt eraan wanneer dat je dit aan het kijken bent. Gisteren was het... moet ik even spieken zelfs. Gemeen, hè? Gisteren was de 28ste, je weet wel, met die storm tot het zo hard waaide. Mensen waren eigenlijk, zeg maar, die waren dan de video aan het kijken van... ik vind het eigenlijk toch wel een beetje eng. Kan ik wel begrijpen, hoor. Gisteren was het ook best wel eng. Ik zat echt zo te kijken naar hoe en wat. Dus, hoe? Hé? Hoe? Nou ja. Dus, waarom zeef ik mijn pokers niet? Wat ik nou heel eventjes voor de zekerheid ga doen is omdat deze nieuwe manier van... Wat? Wat? Ah, ik ben zo terug. Hier word ik echt niet vrolijk van, jongens. Oké, go. Checking data.
Daar gaan we. Nou, ik wil hem op beesten opslaan, mocht deze opname nou falen. Ik hoop het natuurlijk niet, maar... Just in case, omdat dit spel is zo'n eikel tegen mij geweest met de afgelopen opnames. Dus... Vandaar dat ik even heel erg voorzichtig ben, maar goed. We hebben nou dus alle dingen aan de zijkant gedaan en vanaf dit moment is het eigenlijk nog maar één rechte weg vooruit. Dus, op dit moment gaan we naar de Enchanted Earth en nou krijgen we al gelijk ons... Nou ja, mijn fuck you moment. Dat ik eigenlijk al geen zin meer heb om te spelen. Niet dat ik daarom negatief ben over het spel, maar dat is gewoon... Ja, niet echt een... Dat is mijn minst favoriete level waar we nou naartoe gaan. Niet dit level, maar er zit een level in dit level. Dus... Oké, afstand houden alsjeblieft. Niet in camera's vliegen, daar houden wij niet van. Nou, die Enchanted Earth is een heel leuk level. Vergis je wij daar niet in. Maar er is één level wat we eerst moeten doen. En voordat we daar aan toe komen, moeten we eerst een klein stukje door het level heen lopen. Negeren we de vijanden eventjes en gaan we hier nog een keer de Witch Talisman gebruiken. Has summoned the Witch of the Forest. Oh, it is you, Sir Fortescue. Forgive me, my lord. I have never met a real hero. Forgive me, just an old lady's little joke. In truth, I am glad to see you, Sir Fortescue. I need 7 pieces of amber that are hidden in the ant's nest. Bring them to me and I can grant you a special reward. I will only offer you this quest this once. Are you willing to give it a try? Yeah. Sorry, didn't I mention I'd have to shrink you to the size of an insect? Now hurry back. Oh, wat zijn we toch klein. Nou, dit is dus het geheime level in dit level. Ik ben er persoonlijk geen liefhebber van. Dit is mijn persoonlijke what the hell moment. Dus, maar goed, we hebben nog één cutscene die we moeten gaan. Dus ik ben weer heel even stil. Run, little man. If the master found it now, he would crush it like a bag. Hark! We can hear the soldier ants approaching. Onward and meet your tiny nemesis. Oftewel, we zitten nou dus in een mierennest. Nou, voor de mierennest is de hamer een van de fijnste wapens die je natuurlijk kan gebruiken. Dit level zou je bij wijze van spreken helemaal kunnen skippen. Het geeft een item wat een beetje handig is. Thank you for releasing me, sir. My people wish only to live our lives in blissful harmony with nature. But alas, the wicked Ant Queen has many of us imprisoned. Rescue my people, Mr. Fortescue, and you will be richly rewarded. Okay. Ja, dus zoals ik al probeerde te zeggen, jullie kunnen dus eigenlijk dit level zou je dus helemaal kunnen skippen. Maar in dit mini level of extra level, er zit ook nog eens een keer een extra, ja hoe zeg je dat? Ja, een extra Holy Grail of een soort van Holy Grail moet ik eigenlijk zeggen, want het is geen echte Holy Grail die je oppakt. Here we are, I shall open the entrance for you. These fireflies are my friends. They will light your way through the darkness below. Fijn, dankjewel. Nou, wat we dus moeten doen, en dat is eigenlijk dus best wel vervelend, is... we moeten dus in een donker mierennest, en dan moeten we dus amber zien te vinden voor de witch. En we moeten veeën zien te verzamelen om bij de Half Heroes uit te komen. Nou... Hier zitten altijd van die mieren. Die mieren kun je blijven doodslaan totdat je dan ontweegt. Die mieren zullen altijd blijven komen. Nou is het dus heel erg lastig om te navigeren in deze tempels. Tempels in het mierennest. Dus het enige wat ik aanraad is gewoon proberen rond te lopen en zoveel mogelijk die zooi te vinden die we nodig hebben. En hier zo snel mogelijk weggaan. Dus hier hebben we dan een van de eerste veetjes. Er zijn er 6. Daar hadden we een stukje amber liggen. Dus. Plof plof.
Oké, nou, hier ligt die ember, toch? Ja, hier ligt die ember. Nou, je wilt dus wel een beetje steentjes voor jezelf. Kijk, hier hebben we dus weer zo'n veetje. En je wilt dus wel een beetje voor jezelf, wil je dus wel een beetje de stenen waar dat je zeg maar bent geweest. Die wil je een beetje openlaten. Dan weet je ongeveer al waar je doorheen bent gelopen. Net zoals hier, je hebt weer een stuk ember. Ember is op zich niet zo moeilijk. Er ligt veel meer ember als dat je eigenlijk nodig hebt. De veetjes, dat is hetgene wat het grote... Wil je mij alsjeblieft met rust laten? Ik probeer hier iets uit te leggen, ja? Nee, maar de veetjes is eigenlijk je grootste belangrijk om hier doorheen te komen. Natuurlijk, omdat het een 100% run is, doen we alles. Nou, hier hebben we nog een extra fonteintje. Willen jullie alsjeblieft allemaal eventjes opdonderen? Ik heb een hele grote hamer en daar ga ik jullie allemaal mee pletten. Nou... Take my word, hammer. Oké, nou, we hebben in ieder geval al 3 van de 7 ember pieces gevonden. Ja, die zitten dus ook in die larven dingen. Daar kunnen dus schelten zitten en daar kunnen dus ook van die ember pieces in zitten. En zoals ik al probeerde uit te leggen, die spinnen die blijven dus komen. Dus het maakt niet uit hoeveel dat je de dood hebt gemaakt. Die spinnen die blijven komen. En ik ben nou alweer heel erg goed verdwaald. Oké, waar ben ik nou? Ik ga deze kant op. Maakt mij niet uit. Dus... En natuurlijk is het ook heel erg moeilijk om audio commentaar te geven op zo'n punt. Dus ja, dan ga ik natuurlijk maar weer eventjes over jullie reacties beginnen. Want ik vind jullie reacties altijd hartstikke leuk om te lezen. Ik bedoel, ik krijg heel veel complimenten. Ik kwam er laatst nog achter dat er weer een fanvideo was gemaakt. Nou, vind ik leuk. Vind ik echt leuk. Dat geeft mij zeker de motivatie om door te gaan. Niet dat ik zonder die motivatie zou stoppen of zo. Want heel veel mensen die zeggen dan wel eens dat ze bang zijn dat ik zou stoppen met Let's Plays. Maar ik ben... echt nog niet van plan om te gaan stoppen met Let's Plays, omdat ja, ik maak er dus heel veel mensen vrolijk mee, of ik maak er een dag mee goed, of ik geef enthousiasme weg. Ik weet ook niet hoe dat ik het doe, maar blijkbaar doe ik het. Veetje, wat allemaal los, even lekker met een topje. Sterf! Dank je. Jij ook. Geen uitzondering. Nou, we hoeven er nog maar 2. Willen jullie alsjeblieft nou maar even mijn rust laten? Oké, is de ember? Nee, is geld. Is dit ember? Wacht eens even. Zal ik daar nou... Nee. We hoeven nog maar 3 stukjes ember en 2 veetjes. Dus we zijn bijna door dit level heen. Oké, we hoeven nog maar 2 pieces of ember en nog maar 2 veetjes. Zelfs nog beter. Die veetjes die geven sowieso licht. Dat is een voordeel. Dus volgens mij zaten de laatste 2 veetjes ook in de laatste kamer. Dus oh, ik haat dit level. Nee, maar... Wat? Dat zag ik. Daar, kijk. Nog eentje. Hoppakee. Oké, nou hier... Als ik me niet vergis. Is dit de point of no return? Heb je een probleem? Ja, na dit punt is het dus geen terugweg. Dus zorg ervoor voordat je deze muur kapot maakt. En daar doorheen valt. Zorg ervoor dat je alle veetjes hebt bevrijd. En dat je alle ember pieces hebt die je nodig hebt. Want anders heb je het level niet voltooid. En moet je het level overnieuw doen. Nou, wij hebben nog 1 veetje te gaan. Dus ik moet hier nou nog heel eventjes voor een veetje gaan zoeken. Ik ga gewoon deze kant even volgen. Want bij mij is altijd het laatste veetje de grootste probleem. Vraag me niet waarom, maar... Dat is altijd. Dus... Oh, is dat hem? Is dat hem? Nee, die hebben we al. Oh, zit die dan bij de andere muur dan? Want ik weet toch zeker dat er nog 2 in deze kamer zaten. Oh, is dat ember? Nee, geen ember. Is hier nog iets? Hallo? Hallo? Waar zit hij? Waar zit hij dan? Hallo? Hallo? Veetje? Very veetje. Als het maar geen navi is, want anders word ik gek. Heb je navi gered? Nou, dan vergeef je jezelf nooit meer. Je vergeet jezelf nooit als je navi gaat redden. Oké, nou. Deze kant op dan? Ik weet het niet. Oh, hoi. Al er ligt hier amber. Ligt hier dan ook een veetje? Dan hoeven we nog maar 1 piece of amber en 1 veetje. Nou, dat is toch leuk. Ik zou toch denken dat hij hier dan zou liggen, maar ik zie daar nog een dichte deur achter me. Nee, hier ligt geen veetje. Oké. Okay, nou. Misschien kan ik hier nog wel een laatste stuk ember vinden. Dan is het alleen nog maar het veetje zoeken wat we nodig hebben. Ja, dit level zo erg. Waarom doe ik dit level? Oké, okay, we hebben alle ember. We hebben alle ember. Mooi. Nou, nog alleen dat veetje. Laat me maar rust. Laat me maar rust. Ik kan dashen hoor. Paas erop. Laatste veetje. Oké. Okay. Nou, gaan we terug. Ik ga weg hier. Ik smeer hem hier. Dag. Dag, stomme irritante insecten. Die stinken. Oh, ik moet niet te veel testen, want anders zie ik helemaal niks meer. Dan ben ik te snel voor die sparkle dingen. Gaan we hierin?
Dan moet ik natuurlijk weer de einde zien te vinden. En oh, dat is altijd zo leuk. Dan ga ik altijd de verkeerde kant op, omdat alles lijkt hier zoveel op elkaar. Je hebt hier geen navigerende puntjes. Ik haat dit. Oké, nou daar hebben we die ene waar ik al zei van, hé, hey, die hebben we al. Dus even kijken hoor. Dan hebben we hier dadelijk dat boek. En hier hebben we dat levensfonteintje, ja. En dan hebben we hier dat boek. Daar hebben we dat boek. Oké, nou, nou hebben we alles, dus... Hoshua! Hallo. Oké, wat je nou wilt doen is, je wil nu de... Ja, ik denk dat ik nog een keer de speren ga gebruiken. Waarom ook niet? Oh, wacht eventjes. Er zijn hier eerst nog beesten die we moeten verslaan. Hallo. En hier komen we dus bij de koninginnenmier. De koninginnenmier zal zooi op je af proberen te schieten. Die zooi die doet best wel veel schade, dus daar wil je wel voor uitkijken. Mieren die komen haar natuurlijk beschermen en... Ja, wanneer je haar aan kan vallen, dat is alleen maar wanneer dat ze dus boos gaat lopen wezen. En dat is nu denk ik... Nee? Doen we iets? Ja, nou is ze boos. Nou, en dat is dus het moment dat je er echt wil aanvallen. Oké, nou ik heb genoeg schade gedaan. Natuurlijk komen er ook weer van die irritante spinnen bij die je dan ook nog eens een keer gaan vervelen. Je wil wel uitkijken op het moment dat jij te dicht bij beest in de buurt komt, dan gaat ze je natuurlijk ook aanvallen. Dus daar wil je wel voor uitkijken. Blijf gewoon rondlopen, sla die mieren eventjes naar de sodemieter en wacht tot ze haar aanval weer doet. Nou, aangezien dat we op het moment nog geen speren meer hebben... Oké, daar is ze weer. Oh. Eerst... Sterf. Dank je. Gaan we nou eens eventjes onze hakbijl gebruiken. Onze hakbijl kunnen we gooien als een projectielwapen. En die kunnen we ook nog eens een keer gebruiken als... Gewoon om mee te slaan. Dus op zich een heel sterk wapen, maar... Dan heb je dus altijd een heel sterk projectielwapen bij de hand. Zo moet je het eigenlijk zien. Nou, waarom wist ik dat je dat ging doen? Waarom wist ik dat? Oké, kleine irritante rotspinnetjes die zijn gewoon zwaar irritant. Ja, daar trappen wij niet in, hè? Doe je een aanval nog eens een keer. Kom op. We zijn hier nou toch bijna klaar. Hallo, dank je. Oké, nou ben je er geweest. Nou ben je er geweest. Nou ben je er geweest. Oh, wat heb ik mijn schild? Denk al, waar is mijn schild gebleven? Nou ja, niet dat uitmaakt. Oké, zo. Oh ja, over dat spul wil je dus uitkijken. Want dat spul dat kun je dus mollen. Op een of andere vage manier is dat giftig. Weet ik veel. Maar goed. Bless me, if it isn't Daniel, Lord of the Ants. Hold still, and I'll remove the shriek spell. Oh, lovely, lovely Amber. Here you are, Sir Knight. A wart covered and cabbage-smelling old crone I may be, but I always keep my promises. I grant you my reward. You have helped to free all the fairy people from the clutches of the filthy head scum. As a reward, I can grant you passage to the Hall of Heroes. I've never been there myself, but I've heard they got a free bar. Yay. Zoals ik al zei dus, je krijgt een item en je krijgt dus weer een extra cup voor de Hall of Heroes, oftewel voor de Holy Grail. Dit telt wel als een van de Holy Grails die je moet verzamelen. Doe je dit niet, zal je nooit 100% einde krijgen. Dus daar wil ik wel heel eventjes bij zeggen. Het wapen wat we hebben gekregen, dat is zorgt ervoor tot vijanden in kips veranderen en dat vult een beetje je leven. Daar komt het praktisch op neer. Is handig in een ander level. Laat ik jullie zeker zien wat het eigenlijk zal gaan doen. Dus. Maar goed. Waar gaan we nou naartoe? Waar gaan we nou naartoe? Gaan we... Oh, we gaan hier naartoe. Oké. Hoi. Oh, Daniel. I've got something here I can give you, but I've no idea what it is. Do you fancy a little gamble, like? Dat zinnetje dat ga je haten, want dat zinnetje dat gaat hij nog vaak zeggen. Hij geeft verschillende bogen nou nog met speciale krachten, zoals... Nou hebben we de vuurboog, dus waarom zou je in godsnaam nog de oude boog willen hebben, maar...
Hij geeft je de vuurboog die op zich heel erg sterk is en die dus vijanden in de fik kan steken. Hartstikke handig en superleuk om het bij je te hebben. Zeker handig tegen en effectief tegen bazen. Dus, sorry daarvoor. Wat we gaan doen is, ik ga jullie bedanken voor het kijken. Ik ga in de volgende aflevering gaan we natuurlijk beginnen met Enchanted Earth. Het leuke gebied van dit level natuurlijk. Dus wat ik ga doen is, zoals ik al zei, jullie bedanken voor het kijken. Als je even de tijd hebt, vergeet even niet een like te geven. Dat stel ik zeer op prijs. En natuurlijk laat weten wat je vond van deze aflevering. Als je daar ook de tijd voor hebt in de reacties. Geloof me, ik lees ze allemaal en ik reageer ook op de meeste waarvan ik denk van nou, dat beantwoord ik wel even of wat dan ook. Komen jullie wel van eigen achter? Laat gewoon een reactie achter als je daarvoor de tijd voor hebt. Klik eventjes op die like button, dan ben ik ook weer tevreden. Dus bedankt voor het kijken, ik hoop jullie weer te zien in de volgende aflevering van Let's Play Medieval. Tot dan jongens.